De eerste fase van het baggerproject van de Suriname Rivier is achter de rug. Het ministerie van Openbare Werken heeft vandaag een workshop baggerproject Suriname Rivier georganiseerd om inzichten te verschaffen hoe verder met het project en om de tweede fase van dit project voor te bereiden. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme werkt bij dit project samen met Openbare Werken. TCT-minister Albert Jubitana haalde aan dat bij deze workshop duidelijk moet worden wat de sector heeft aan het baggeren van de Suriname Rivier. De bedoeling is dat met het baggerproject schepen met een groter vermogen Suriname kunnen aandoen. Wat ons land aantrekkelijk helpt maken, meende de bewindsman. Een van de harde doelstellingen van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is dat Suriname die hulpfunctie gaat vervullen. En we kunnen het even zeggen, maar wanneer we de stappen niet gaan maken, of wellicht draden in het besluit nemen van een later in het einde doen, dan zullen we inderdaad wat achterblijven. Maar ik ben blij dat ik vandaag de participanten, althans de participatie zoals ik kijk naar de samenleving, gehoor is gegeven om vandaag deel te nemen aan deze workshop om bijdrage te leveren. De vaargeul van de Suriname Rivier is in de eerste fase uitgediept naar een niveau van 4,5 meter. In de tweede fase zal dit worden gebracht naar een niveau van 5,5 meter. Satish Mohan, waarnemend directeur civiel technische werken, zegt dat het de bedoeling is dat deze tweede fase in oktober begint. De diepte wordt 5,5 meter en er is een extra voorziening voor, dat is voor de scheepvaart om een ankerplaats te creëren tussen Suzanne. Vivek Badal Chaudhary, directievoerder van ACE Consultancy, zegt dat zij merken dat er weer modder terechtkomt in de vaargeul, die in de tweede fase zal worden opgeruimd. Het is schat om hoeveel meter voor de fase 2 zijn, ongeveer 2,7 miljoen kubieke meter. En dat is inclusief dus het ankergebied Suzannastal. En Suzannastal is ongeveer 3 tot 1 miljoen kubieke meter voor twee vessels. En die doos aan aangewerkt, dat is 55 jaar geleden. En hier zie je eigenlijk wat was dus eens van de vaargeul. De grootste veranderingen zijn natuurlijk de diepte. Maar wat we ook hebben aangepast zijn taluds van de banken. In de 4,5 meter hadden we 1 op 5 en 1 op 3. Dus 1 op 5 in de buitenbank en 1 op 3 in de middenvaartdoel. En wat we hier zien is dat we de sloot hebben veranderd van 1 op 5 naar 1 op 10. De workshop Baggerproject Suriname Rivier was voor staf en belanghebbenden van het ministerie van Openbare Werken.